Het ongeluk gebeurde op de snelweg tussen Breda en Antwerpen bij het Belgische plaatsje Meer. Ja, het voertuig is van de snelweg geraakt en is tegen de middenpijlen van de brug gegaan. En is daardoor inderdaad volledig verhakkeld. Een van de omgekomen mannen is een 24-jarige man uit Breda. Wie de andere inzittenden waren, is nog niet bekend. Door het ongeluk was de weg vanmorgen een tijdje afgesloten. Automobilisten die via de A16 en de Belgische E19 richting Antwerpen wilden, moesten omrijden via Roosendaal.